Nationaal Park de Mijnweg in Midden-Limburg. En samen met mijn zwager Arie gaan we hier een uurtje of drie de bossen in. We weten nog niet zeker welke route. Waarschijnlijk wordt dat gewoon ad hoc beslissen. Maar dat zien we nog wel. Het is bijna 25 graden, begin juni 2023. We hebben inmiddels de route gekozen, route 66 lopen we. Waar we precies langs komen op de Mijnweg, dat weten we niet. Het is natuurlijk een heel groot uitgestrekt gebied. Het gaat tot ver in Duitsland. En is tot voor een aantal jaren uitgeroepen tot een van de nationale parken van Nederland. Nou, fantastisch mooi gebied. Aan flora zeker. En fauna zullen we wel niet zo heel veel tegenkomen. Maar flora is hier heel veel te zien. We komen straks nog bij een monument. Dat is de IJzeren Rijn. Hè, Arie, klopt hè? Ja, ja. IJzeren Rijn, dat is een spoorlijn. Die vanuit Duitsland, vanuit België naar Duitsland liep, vanuit Antwerpen. Nou, hier zie je de sporen van wilde zwijnen. En op zijn Limburgs is dat wilde verkens. En die zie je, dus dit was nu waar ze doorheen gewoed hebben. We zijn nu overgeschakeld naar route 65. Het schijnt hier zo te zijn dat je een bepaalde route loopt en dan kom je bij een knooppunt. De knooppunt heeft dan het cijfer of het getal wat je op dat moment lopen bent. Dan moet je dus kiezen welke je dan verder neemt. Nou, dan zijn we nu voor 65 gekomen. Nou, daarachter zie je nog een restant van de brand die je gewoed heeft in, hier op de Mijnweg. Het is, hoe lang is dat geleden, Arie? De brand, hoe lang is dat geleden? Ja, ja, 2 jaar geleden. 2, 3 jaar. Ja, dat was in de coronatijd, hè? Ja. Dus heeft die flinke brand gewoed. Nou, daar zie je er een restantje ervan. En hier zie je er ook een. Die dus ook helemaal uitgebrand is. En er schijnen dus ook bomen bij te zijn die zich dan toch weer herstellen. Zoals bijvoorbeeld deze. Kijk, die heeft ook gebrand, dat kun je ook zien. Hij is zwart geblakerd. En die herstelt zich dan toch weer. Terwijl diegene die ernaast staat, die is dan toch zodanig aangetast dat hij dus niks meer doet. Ja, kijk. Ja, inderdaad. In de verte zie je de windmolens. Vier windmolens staan. Dat is Duitsland. Dus we zijn hier niet zo heel ver van de grens naar Duitsland af. En ja, zover gaan we in alle waarschijnlijkheid niet. We gaan waarschijnlijk de grens niet over. We gaan zo dadelijk linksaf. We blijven dus op het Nederlandse gebied van de Mijnweg. Hier komen we bij een mooi punt. Ven. Mooi ven. Kun je nu natuurlijk niet zien, dus ik ga hem eventjes omdraaien. Hopsakee. En hopsakee. Kijk. Mooi, hè? Nou, een van de gevaren waarvoor gewaarschuwd wordt, je ziet het hier op dit bord, zijn natuurlijk de adders, hè? Hier de addertjes. Staat hier ook op dat je dus moet uitkijken, want adders komen in dit nationale park vrij veel voor. En ja, die kun je toch maar beter met rust laten, want A, beter voor de beesten en B, beter voor jezelf, want als ze je bijten, dan word je er niet vrolijk van. We gaan nu richting het Venbos. Rechtdoor, hè? Ja, richting het Venbos. En daar kunnen we ook, als het goed is, even een kopje koffie of zo drinken. Maar dat is nog wel een eindje lopen. We moeten zeker nog wel een uur onderweg zijn voordat we daar zijn. En dan moeten we nog terug naar de auto. Dus we zijn nog wel een paar uurtjes zoet.
Nou, weer een stukje verderop. In de route. Het is inmiddels 2:30. Mooi. Ja, we zijn nu 2 uur aan het wandelen. Zo, aardig einde al. De uitkijktoren omhoog. Het is maar een klein stukje, maar ongelooflijk wat je dan kunt zien, hè? Op zo'n klein stukje omhoog. Ja, één bankje. Nou, er staat wel een beetje wind, dus het is wat lastig met geluid. Ja, moet je nagaan, dan sta je dus 10 meter hoog, 15. En dan waait het meteen een stuk harder. Oké. Nou, toen we de tocht begonnen, heb ik verteld over de IJzeren Rijn. De spoorlijn. Nou, dat is deze dus, dat monument wat ik zei. Hier loopt hij dus. Nou, je kunt natuurlijk wel zien dat daar al heel lang in de trein maar overheen gereden is, sorry. En nou, die gaat dus van Antwerpen Duitsland in. En ja, dat laten ze dus liggen, dat het historische waarde heeft. Nou, we zijn nu de IJzeren Rijn overgestoken. En nu gaan we ergens wat drinken, denk ik. Hè? Oh, hier, rust. Rijstal, oh, café Rijstal Venhof staat hier. Daar gingen we naartoe, hè? Dat hebben we heel hard nodig. Dat hebben we hard verdiend ook. Nou, zo'n tochtje. Nou, we zijn toch ruim 2,5 uur aan het lopen. Dus ja, even drinken en dan gaan we terug naar de auto. We hebben een lekker stukje vlaai gegeten. Bienenstich. Ja, bienenstich. Bienenstich. Met een... kopje Duitsland. Ja, precies. Kopje cappuccino. En nu moeten we naar de auto en dit wordt een challenge, want nu is de vraag waar we heen moeten, want we weten niet precies hoe we daar moeten komen van hieruit, maar ergens dwars door het bos. Maar dat gaan we nu ondervinden. Ik zie de auto nog niet staan, dus hopelijk hebben ze hem niet gestolen. Maar dat zien we zo weer. Nou, dat zal wel meevallen. Hier is de parkeerplaats. Einde van de tocht. En tot de volgende keer maar weer. Met mijn klaksie.